Dan wil ik uw aandacht vragen voor de eerste buurtredner van vanavond. Voordat wij... Jongens, begin... Ik denk... Oh, wacht eens even. Wat gebeurt hier? Oh, jij Bats, joh. Wat... Zie ik dat goed? Hey, dames en heren, Bats! Even, Bats. Ho. Hé, hey, Aden. Ja, jongen, mag ik even? Nee. Wij hebben hier 6 buurtredeners op papier staan. Ja. Ik zie daar, nou, ik heb ze net opgenoemd, maar ik zie geen Bats. Hé, hey, goed. Dus ik denk, en ik weet wel van, er is een vrije opgave. Je moet je opgeven als je mee wilt doen, Bats. Ik ben gebeld. Nee, jij bent niet gebeld, daar geloof ik niks van. Ja, wij dekkers. Maar, ik denk, dat ik hier weinig tegenin te brengen heb. Dat denk ik, want ik denk dat is verlies van mij. Laat ik me daar alvast mee beginnen om bij neer te leggen. Dames en heren, Bats! Mooi, dames en heren, ik wil het heel kort houden. De reden dat ik hier sta is heel simpel. Op de eerste plaats wil ik de soort leeuwkes van harte feliciteren met hun jubileum. Ik denk dat ik recht van spreken heb, want ik sta hier nu toch een aantal jaren. En ik moet hun bedanken voor de gastvrije ontvangst ook iedere keer hier. Max die heeft me vanavond bezig. Hoe ga je dat nu doen, Bas? Want die doet niet met. Er bent er weinig die dachten dat ik met deed. Dat klopt. De blaadje wat jullie hebben gekregen, dat heb ik ook. Dus ik ga vanavond invullen wie er gaat winnen. Maar de gastvrije onthaal, bizarre, is me wel wat tegengevallen vanavond. Dat heeft te maken met die verbouwing. Eerst dacht ik dat ik in een ziekenhuis was. De deuren, zjiet. Toen kwam ik bij die tweede deuren. Daar stond ik met een neus het ding en hij ging nooit los. De volgende reden dat ik hier ben is om Nico van Mierlo een beetje ja, het ijs te breken. Nico doet namelijk, als ik het goed heb voor de 9e keer mee, van de 11 keer. Dat vind ik een prestatie en een felicitatie weer. Ja. Bovendien heb ik me niet opgegeven, want ik wil niet het risico lopen dat ik zal winnen. Nu is dat risico voor mij niet zo groot, want ik ben 1 keer, hebben jullie me gekozen als zijnde de beste. Nou, daar ben ik jullie nog steeds ontzettend dankbaar voor. Maar ik ben hier nu 11 jaar en ik wil eigenlijk zeggen, ja, het is eigenlijk een beetje mijn afscheidsoom. Dus ja, Bart zie je vanavond voor het laatste. En om nu te voorkomen dat de jury mij toch vanavond nog bij de bok deurt, geef ik de jury niet de kans om mij te laten winnen. Dan dek ik mezelf in elk geval in. Ik heb me dus afgemeld toen ik gebeld ben. De tweede reden... Toen dachten ze bij de zotte leeuwkes, dan Bats, dat houdt toch eigenlijk misschien nog wel nodig. Zei Bats, wil je niet een gedeelte van de presentatie doen dan? Zei nee, als ik geen tijd ga steken in de voorbereiding van de buurt, dan ook niet in de presentatie. Ik ben voor de derde keer gebeld. En dat raai nooit. Het is een beetje hinken voor mij op twee gedachten. Eigenlijk vind ik dat ik de hele boel een beetje sta te verloochenen vanavond hier. Want ik sta hier wel als Bats. Maar het derde verzoek was van de zotte leeuwkes. Of ik in plaats van iemand in de jury wil gaan zitten. Daar heb ik lang over na moeten denken. Maar, dames en heren. De jassen geeft uit. En de brullen kan we af. Maar dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, ik spreek ook Nederlands. Een jury is een serieuze zaak. Er is nog 1 stoel vrij. Een jury van 4 mensen kan nooit... Ja, dat kan 2-2 worden. Is er geen winnaar bekend. Als ik nou vanavond de doorslaggevende stem heb... Weet ik gelijk hoe het komt dat ik al die jaren tweede ben geworden bij de jury. Dus in zoverre kan ik ze nog maar een hak zetten.
Ik heb ze even gesproken, het was voor mij ook een beetje kat uit de boom kijken. Ik weet nog helemaal niet wat ze van mij denkt. Ik sta toch een beetje als Bart, hè, hoor je weg. Ja, kan het ook niet. Maar ik neem toch plaats in de jury. Dit briefje is van de publieksprijs. Die is niet meer geldig, want ik moet objectief juryen. Ik denk niet dat ik dat als Bart kan, maar dan zou ik de hele bende... Ja, dan zou ik gewoon mijn collega's afvallen. En ik vind dat dat niet kan maken. Ik ga nu in de jury zitten en ik wil Frank nog felle succes wensen. En jullie wil ik ook namens Bart bedanken voor al die jaren dat jullie mij steunen hebben. Bedankt.